welkom bij de For the Future Highlight Show. Vandaag zien we Ajax onder 15 dat het opneemt tegen Alphense Boys onder 15. Ouazzane voor zijn tweede gaat om de keeper heen en dan is het 3-1. Schitterende goal. En Ajax onder 13 speelt tegen koploper AZ. Weer een voorzet van de zijkant, glijpartij. En dan een schotkans, maar die bal gaat over. Wat een kans. Ajax onder 15 kent een matige eerste seizoen zelf. De ploeg van Frank Korpershoek staat vijfde op flinke achterstand van koploper Feyenoord. Bij Ajax zien we in de spits Mohamed Tatoeg. Voor de aanvoerder van Ajax onder 14 is het zijn tweede wedstrijd bij Ajax onder 15. Bereid je voor op heel veel doelpunten, want het is Ajax onder 15 tegen Alphense Boys onder 15. De nummer 4 tegen de nummer 1 en laatst. Terwijl hier de Alphenaren in aanval gaan en gelijk scoren. Daar is toch wel de verrassing. Het is 0-1. Doelpuntenmaker is Wolf Jansen. Keeper laat de bal los. En dan is de nummer 9 van Alphense Boys. Er was de kippen bij. 0-1 voor. Maar zit er dan nog meer in? Hier wel opnieuw een kans. Maar die bal gaat over. Zo is de uitploeg in de eerste helft gevaarlijk. Maar het team van Frank Korpershoek laat zich ook zien. Zo gaan we meemaken vandaag hier een goede actie van Ouazzane. Is dat een penalty? Ja, zo lijkt. Slalom door de defensie en wordt inderdaad neergelegd. En dan mag hij zelf aanleggen voor de gelijkmaker. Bal door het midden. En dan is het 1-1. Ouazzane. De nummer 10 met ook de aanvoerdersband om zijn arm. Hier was hij opnieuw. Bal naar de zijkant, naar Wouter. Bewegingen, maar goed verdedigd. Al is het uitverdedigen minder. Goede beweging hier. Kan de voorzet komen? Jazeker, bal op de paal. Goede kans voor Ajax om op voorsprong te komen. Maar Tatoeg had het geluk niet aan zijn zijde. Maar Ajax, na die achterstand, heer en meester. Hier actie vanaf de linkerkant. Schot is goed. En opnieuw het aluminium. Poging van Simeon. Ouazzane. Toch een van de smaakmakers van dit team hier. Een geweldige opening op Simeon. Kan zijn actie maken. Gaat schieten. Korte hoek. En weer de paal. Vrije trap dan voor Alphense Boys. In de korte hoek. Redding. Rebound. En opnieuw de doelman. Van der Wijst in twee instanties. Het is koud, het is nat. Maar Ajax voetbalt wel degelijk goed. Hier opnieuw de linksbuiten Simeon. Al twee keer het houtwerk geraakt. Hier weer een poging van afstand. Keeper niet vrij uit. En is het dan buitenspel? Nee. En dus is het 2-1. Tatoeg nu wel. Was net al dichtbij. Maar scoort nu wel de 2-1 en dat is verdiend. Opbouwen van achteruit gaat soepel. Hier met De Koning, broertje van Nick De Koning. Ouazzane voor zijn tweede. Gaat om de keeper heen en dan is het 3-1. Schitterende goal. Ook Ouazzane heeft nog een oudere broer in de Ajax-opleiding zitten. Maar vandaag stilt hij hier zelf de show. Met opnieuw een doelpunt, zijn tweede van de wedstrijd. Uiterst koelbloedig hoe hij dat doet. Ziet ook Frank Korpershoek. Tweede helft. Hier weer Ouazzane. Fraaie bewegingen, bal kan teruggelegd worden. Gaat hij dat ook doen of gaat hij zelf? Hij legt hem terug. En dan is het 4-1. De Koning. Je ziet aan het juichen dat het vrij makkelijk gaat allemaal. Ze
kwamen op achterstand, maar inmiddels toch een ruime voorsprong. Ajax gaat vrolijk verder. Hier weer de koning. Wippertje naar Ouazzane. Matig uitverdedigen. Ouazzane opnieuw. De koning. Tatoeg. Of wordt het Simeon? Het wordt Simeon. Maar een goede renning van die keeper van Alfse Boys. Heeft zijn trainingsbroek maar aangetrokken. Want het is niet zo lekker weer. Ouazzane. Goede bal zeg. En het is 5-1. Moussa Tanir pikt ook zijn goaltje mee. En zo breidt Ajax wel heel eenvoudig die score uit. Schitterende paas door het centrum. En het is Tanir die zijn eerste van de wedstrijd maakt. Ouazzane, weer zo'n heerlijk balletje. Simeon zou ook willen scoren vandaag. Fraaie bewegingen. De koning. Slingert de bal nog eens in. En dan is er daar Tatoeg. En is het 6-1. Een monsterscore. Voor Ajax onder 15 tegen Alphense Boys. Er wordt hem geen stroopbreed in de weg gelegd. En dan is het ook Tatoeg die zijn tweede maakt. Wouter. Combinatie met Tatoeg. Bal naar een van de kleinste van het veld. Maar die gaat er niet in. Rebound gaat eventueel wel in. Nee, weer niet. Zo zijn het invallers van Ajax die helaas niet tot scoren komen. Simeon, daar is hij weer. Bewegingen. Simeon, gaat hij zelf? Ja, en dan is het wel raak. 7-1. En de linksbuiten van Ajax heeft nu wel zijn goal te pakken. Goeie actie buitenom. Kan ook nog afleggen, maar gaat dan zelf in de korte hoek. Glijpartij. Maar Ajax houdt balbezit. Voorzet van de rechterkant is goed. Keeper laat los. De bal zal nat zijn geweest. En dan is het Tatoeg die zijn derde goal van de wedstrijd maakt. Een hattrick voor de nummer 9 van Ajax. En dan is het 8-1. Voorzet lijkt een prooi te zijn voor de doelman. Maar hij laat de bal kinderlijk los. En dan is het eenvoudig voor de spits van Ajax. 8-1, maar Ajax gaat vrolijk verder. Simeon opnieuw, schot. En die gaat er weer in. En dan is het 9-1. Zijn tweede van de wedstrijd. En dan is het afgelopen. Ajax wint met klinkende cijfers van Alphense Boys. In niet zo lekkere omstandigheden is het wel een lekkere overwinning. Een hele grote overwinning voor Ajax onder 15 dus. Daarmee schuiven ze op naar plek 4. Ook Ajax onder 13-1 kent een nog geen al te best seizoen en neemt plek 4 op de ranglijst in. Tegenstander AZ is bij een overwinning najaarskampioen. Bij de ploeg van trainer Luc Stolker zien we dat de aanvoerdersband om de arm van River Geeser zit. Lien, lezen. Ajax onder 13 dus op eigen veld tegen AZ onder 13. Ajax vijfde, AZ koploper 4 bovenaan. Hier gelijk een aanval. Goeie poging, maar ook een goede redding van Mees Bosma. Maar AZ, heel goed dit seizoen. Ajax staat dus vijfde en moet aan de bak vandaag. Hier AZ opnieuw, schitterende beweging op het middenveld. Bal naar de zijkant. Voorzet is goed en gaat de bal er weer niet in. Mogelijkheid voor een uitploeg. Maar de bal gaat over. Ja, kom. AZ met het initiatief in de eerste helft. Hier een uitstekende steekbal. Keeper komt uit, maar niet helemaal lekker. En dan bal van de lijn gehaald. AZ opnieuw in de aanval. Ja.
Goeie actie hier van de linksback. Mee opgekomen. Weer een voorzet. En weer gaat de bal er niet in. Hoe is het mogelijk dat AZ hier nog niet de voorsprong staat? Kans na kans. 0-0 bij rust. En dan gaat de tweede helft van start. Opbouwen van achteruit. Goeie inspelpaas hier. Het wegdraaien is ook goed. Steekbal is ook prima. En in de tweede helft is het allemaal raak. 0-1. AZ. Doelpuntenmaker is Moussabe. Goeie aanval van de Alkmaarders. Nummer 14 van AZ weggestoken. En dan is het raak. Oké, Hugo. Uitstekend. Ajax dan. Zowaar voor het eerst in aanval eigenlijk. Schijnbewegingen daar aan de linkerkant. Lage voorzet. Zit hier muziek in. Mogelijkheid is er zeker. Maar die bal gaat er niet in. Schot geblokt. Goeie kans voor Ajax. Maar geen doelpunt dus. Maar Ajax wil de achterstand ombuigen. Hier zijn ze opnieuw. Goeie overname op het middenveld. Weer een voorzet van de zijkant. Glijpartij. En dan een schotkans. Maar die bal gaat over. Wat een kans. Voor de Amsterdammers. Maar geen doelpunt. Ayani, lezen. Hij komt weer. Weer een schitterende aanval. 1 tegen 1. Gaat hij erin? Jazeker. 0-2. Prachtige goal van AZ. Dit keer gemaakt door Dinar, Ait en Rami. Door de as, hakbal. En dan is het de spits die koelbloedig afrondt. AZ neemt opnieuw over. Staat verdiend voor. Bal in twee instanties naar de maker van de 0-1. Hier is hij opnieuw. En wordt het 0-3. Ja. In de rebound is het raak. Moussi Moesven scoort en juicht bij de cornervlag. Kan Ajax de eer redden. Goede beweging hier. Weer zo'n lage bal vanaf de zijkant. Eventueel een schietkans. Nee, de bal gaat weer naar de zijkant. Opnieuw een voorzet. Weer een rebound. En ook die gaat er niet in. Poging van afstand. Leidt niet tot een goal. Corner dan. Pogingje, maar dat is een makkelijke vangbal. En dan is het afgelopen. En wint AZ dik en dik verdiend met 0-3 van Ajax. En zo kronen de Alkmaarders zich in Amsterdam tot winterkampioen. Een 3-0 nederlaag en daarmee is AZ kampioen en zakt Ajax onder 13-1 een plekje. Naast de 9-1 was er nog een doelpuntrijk duel op de toekomst. Ajax onder 14 verliest met 7-5 van Sparta Rotterdam. Ajax onder 16 weet wel te winnen van de Rotterdammers. Volgende week zijn er 3 potjes. Ajax onder 18 gaat op bezoek bij FC Utrecht. Ajax onder 15 krijgt de Domstedelingen juist op bezoek. En Ajax onder 13-1 speelt thuis tegen Vitesse.